actueel. De Eemshaven. Een plek voor industrie- en goederenoverslag, maar ook de plek waar een van de belangrijkste aansluitkabels voor internet aan land komt. Het is een datakabel die Europa met Amerika verbindt en die meteen doorloopt naar de stad Groningen. Door deze kabel is de stad een heel belangrijke schakel voor het internet. De elektronische snelweg heeft in vrij korte tijd een belangrijke plek in ons leven ingenomen. Sinds het midden van de jaren 90 is het gebruik ervan explosief gestegen. Pas 10 jaar daarvoor waren de universiteiten de eerste die hun computers met elkaar gingen verbinden. Dit om de miljoenen kostende supercomputers zo efficiënt mogelijk te benutten. In het begin was dat met name bedoeld om in te kunnen loggen op elkaars systemen, zodat je computerfaciliteiten die toen nog heel zeldzaam waren, dat je die overal kon gebruiken. En langzaam is dat gebruik steeds verder uitgebreid in feite. Wat er miste was een simpele manier om data daar te krijgen waar het nodig was. Internet was van het ontwerp af direct anders. Je pakt iets in een pakketje. Je tikt zeg maar een berichtje in, het wordt ingepakt in pakketjes. En dat wordt gewoon het netwerk opgestuurd. En dat pakketje, dat staat op zichzelf en dat zoekt zijn weg in de wereld, in het netwerk van wat het internet heet. Dat netwerk wat het internet heet is geen vast netwerk met een hoofdweg en zijbanen, maar dat is een soort maasvormig netwerk waar je allerlei verschillende paden kunt nemen. De Zebra was de eerste Groningse computer. In 1958 schafte de Rijksuniversiteit het apparaat aan voor 150.000 gulden. In 1964 werd de Zebra vervangen door de TR4 voor 3 miljoen gulden. TR4 mocht zich in de warme belangstelling verheugen van pers en publiek. De computer, dat was de toekomst. In de begintijd van de computer werden data ingevoerd met ponskaarten. De berekeningen stonden op kilometers kettingpapier. Wat zijn dat voor dingen? Dit is een ponskaart. Dit zijn programma's gemaakt met ponskaarten. Dit is eigenlijk wat in de computer ging? Dit kwam erin, ja. En wat kwam er dan uit de computer? Nou, dan kreeg je de resultaten. Die werden dan op kettingformulieren uitgevoerd. Dit is een gedeelte van een algoprogramma. Dit kwam eruit, ja. De studenten hadden natuurlijk nog geen auto's. Hè. Die kwamen allemaal op de fiets daar naartoe. En er waren ook hoogleraren, die kwamen zelf niet, maar die hadden dan hun knechtjes en die kwamen met grote tassen. Kwamen ze dan 's ochtends vroeg de spullen brengen en dan gingen ze ponskaarten ponsen en dan 's avonds kwamen die krechtjes weer de spullen ophalen. Hè. Een belangrijk deel van de infrastructuur die internet mogelijk maakt staat in deze stad. Op het Zernike-complex staat een onderdeel daarvan, een datahotel. Een grote loods die vol staat met computers met bijvoorbeeld de taak zoekopdrachten verwerken. Het rekencentrum van de Rijksuniversiteit is een belangrijk knooppunt voor internetverkeer in Europa. Via dit ingewikkelde stelsel van kabelverbindingen en computers is het Groningen Internet Exchange met andere soortgelijke knooppunten in Europa verbonden. Het begon in 1989 nog bescheiden. Dit apparaat werd gebruikt om ook thuis gebruik te kunnen maken van het internet wat we hier dan in Groningen ter beschikking hadden. En wanneer was dat? Was begin jaren 90. Een paar jaar na dat we de eerste internetkoppeling hadden. En waar werd dat dan voor gebruikt? Ja, om thuis je werk te kunnen doen. Om vanuit huis je mail te kunnen lezen en meer van dat soort zaken. Jawel, dat ga ik ook spreken. Dus... Dit is onze allereerste router die we hebben gekocht in 1989. Ten behoeve van de eerste internetnetaansluiting die we toen kregen. Het is een hele oude router van Cisco Systems, dat is nu een miljardenbedrijf. Maar toen waren het nog gewoon 4 man die in een garage werkten achter hun huis. Dus echt een heel oud beestje. De vernieuwing was natuurlijk aan de ene kant dat er heel veel grafische informatie ook werd doorgegeven, waardoor
content een stuk interessanter was dan het oorspronkelijk het geval was. En natuurlijk de snelheden waren toegenomen. Grafisch vraagt meer bandbreedte, maar de snelheden zijn enorm toegenomen. Even ter vergelijking, deze router die had een snelheid die overeenkomt met een modem. Huidig snel modem dan op dit moment. En op dit moment gebruiken wij een aansluiting die 200.000 keer zo snel is. Dus even ter vergelijking hoe dat zich ontwikkeld heeft in die periode. De explosieve groei van het net is voor een belangrijk deel te danken aan de uitvinding van het World Wide Web door Tim Berners-Lee in 1989. Websites met elkaar verbonden door hyperlinks, het internet zoals we het nu kennen. En de volgende grote stap is eigenlijk gemaakt doordat Tim Berners-Lee, een wetenschapper van het CERN, op zoek was naar een manier om zijn wetenschappelijke artikelen, zijn kennis, op een goede manier te delen met andere wetenschappers. Hij heeft toen een systeem bedacht wat nu in feite iedereen gebruikt, waarin je dus documentatie beschikbaar kan stellen en waarin je links op kan nemen naar andere, zeg maar, artikelen, documentatie, waarin je dus plaatjes kunt opnemen. Het eerste begin daarvan was ook vrij eenvoudig, alleen maar tekst en linken naar andere tekst en wat plaatjes erbij. Maar dat heeft dus de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Nou, in feite wat we nu als internet kennen. De Groninger Frans van Hoestel maakte in 1996 een internetpagina met allerlei nieuwe onderdelen die we vandaag heel normaal vinden. Ja, ik was de eerste die een grote verzameling van plaatjes met tekst, informatie bij elkaar gevoegd heeft tot een mooi document, zeg maar, waar ik kon klikken en verder kon klikken en meer informatie opvragen. Ja. Was dat veel uitzoekwerk? Dat was heel veel uitzoekwerk, want alles moest nog opnieuw gemaakt worden natuurlijk. Ik heb mijn eerste webcounter zitten programmeren, die nog niet bestond. Ik heb gezorgd dat de kleuren allemaal goed waren, de eerste geluiden bijgemaakt en ja, de eerste interactie proberen te maken. Dat moest allemaal uitgezocht worden, ja. En hoe werd daar op gereageerd eigenlijk? Nou, heel positief. Het was het enigste wat er toen beschikbaar was. Dus iedereen ging daar naar kijken. Ja, het was echt een grote hit in die tijd. Ja, een hit. Dus waar kwam de teller op? De teller is op een gegeven moment gereset. Maar hij is wel over de miljoen geweest, ja. Niet iedereen had tenslotte internet in die tijd. Dus ja, een miljoen was al heel veel. Anno 2009 wordt internet steeds volwassener, maar het is nog volop in ontwikkeling. Een computer heeft straks door of je lacht of dat je huilt en kan daar op reageren. Dat soort hele vage dingen gaat allemaal op het afkomen. En ja, wat voor gevolgen heeft dat dan weer met de interactie tussen mens en machine? Ik denk dat het een hele intense interactie gaat worden, misschien wel bijna eng. Ik bedoel, mensen die, als je straks de computer uitzet, dan worden ze zielig. Ja, je moet wel uitkijken dat de communicatie tussen mensen blijft bestaan, denk ik. Dat klinkt misschien wat ver weg, maar... Volgende week is Oog Actueel bij de lancering van Draadloos Groningen en gaan we naar de toekomst van internet.